Agripina en Lovina. Agripina en Lovina. Hoi, wij gaan Romeins koken met Agripina. Dat ben ik. En met Lovina. En dat ben ik dus. En vandaag gaan we koken voor keizer Nero. Oei, spannend. Als hij het niet lekker vindt, dan hakt hij je kop eraf. Wat eet een keizer? Natuurlijk hersens van struisvogel. Dat is super mega populair. De struisvogel is niet echt een slim beestje. Als er gevaar dreigt, wat doet hij dan? Holt hij weg? Nee. Gaat hij knokken? Nee. Gaat hij naar de politie? Nee. De struisvogel steekt zijn kop in het zand. Je kunt hem ook gewoon op de markt kopen. En dan gaan we de hersens eruit lepelen met de speciale struisvogel hersenlepel. Lekker sauzen en marineren en daarna lekker opdienen. En daar is keizer Nero gek op. Oh, en hij eet ook varkensneuzen. Of brood, vermomd als ei. Of vla met brandnetels is hij gek op. Of linzen met edelstenen. Mm. Maar weet je wat keizer Nero het allerlekkerst vindt? Christenen? Nee joh, die eet hij niet zelf op, die voert hij aan de leeuwen. Gif? Nee, dat gaf hij aan zijn vijanden. Het allerlekkerste vindt keizer Nero prei. Doodgewoon prei. Prei. Omdat hij denkt dat het goed is voor zijn zangstem. Tenminste, dat denkt hij. Hij zingt vet lelijk. Cogito ergo sum. Verschrikkelijk. Maar laat het hem niet horen. Oh. En dan hebben wij hier gestoomde prei op een bedje van kikkerbillen. Oh, heerlijk. Ik ben gek op prei. Nee, is voor Nero. Nero. Doei.